Gisteren is ze de hele dag alleen geweest en dat vindt ze niet leuk. Dus toen ik thuis kwam, toen was ze blij dat ze me zag, maar ook boos dat ik de hele dag weggebleven was. Oh, troetel. Maar nou is het allemaal weer goed, hè? In het atelier zit nog steeds een behoorlijke grote puinhoop. Daar ga ik vandaag wel iets aan doen. Maar niet al te veel, want het is zondag. En dan zondag is rustdag. En die rust die heb ik ook echt wel even nodig. Want ik heb erg veel gedaan de afgelopen week. De muren, die zijn nu aan het drogen. En die moeten echt droog zijn, wil ik dat kunnen gaan witten. En ik moet nog twee vensterbanken gaan maken. Maar ik ga vandaag wel beginnen met een beetje herinrichting van het atelier. De spullen een beetje op de plek zetten, opruimen, zodat het door je gewoon fatsoenlijk gelopen kan worden. Dat soort dingen. Gisteren was ik te gast in Limburg bij Theo en Tini. Tini had voor mij een heerlijke rijstvlaai, waar ik vandaag natuurlijk nog een stukje van neem, want het is zondag. Het is nu halverwege de dag. Alles is al ver aan kant, nog lang niet opgeruimd natuurlijk, maar dat komt nog wel. Ik kan hier gewoon weer lekker lopen en werken. Vandaag ga ik bezig met dat portret, wat je niet mag zien. En daar ga ik de rest van de dag mee vullen. En ook vandaag wordt er natuurlijk weer lekker gekookt. Ik heb zo'n beetje de laatste spruitjes geoogd. Ik denk nog één maaltijd en dan is het echt gedaan. En het is alweer bijna avond.